Ja, een hele goede dag en tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Kevin en ik ben een van de teammembers van Team Outdoors. In deze video ga ik je alles laten zien over de tent die hier achter mij staat. De Trekker Tempest 100T Aquatex EV. En ik ga proberen om jou in 3 minuten te laten zien waarom deze tent mijn absolute favoriet is voor de langere trips. Dus ik ga je meenemen rondom deze tent. Ja, dan komen we bij het eerste punt uit en dat is de hoogte van deze tent. De 100T is een stuk hoger dan het normale 100 model. Voor mij op zich niet heel handig omdat ik super lang ben, maar wel omdat ik heel vaak heel veel spullen bij me heb. Ja, ik vind dit wel fijn en eigenlijk wat misschien nog wel een groter voordeel is, is dat ik normaal in mijn tent kan zitten. Ja, mocht ik over het water willen uitkijken of mocht ik even snel iets willen bespreken met iemand, dan kan ik iemand gewoon eventjes naast me op de stretcher nemen. Of als ik hem even een zender of iets wil geven. Dat is net even iets makkelijker, vooral omdat het, nou ja, net zoals hier een paar dagen echt wel goed hard heeft geregend. Dus ja, even naar de andere kant van de tent, want dan kan ik je namelijk nog wat anders laten zien. Ja, komen we bij de achterzijde van deze tent uit. En het voordeel van deze tent is dat hij meerdere ventilatiepunten heeft. Nou, wat is het voordeel van ventilatiepunten? Hierdoor heb je minder condensie in je tent. Ja, en wat is nou het voordeel van minder condensie in je tent? Je weet altijd zeker dat je spullen lekker droog blijven. Je krijgt geen druppels 's nachts ineens op je hoofd. Ja, en je weet gewoon zeker dat het heel fijn is. Waar ze ook heel goed aan hebben gedacht bij Trekker zijn deze fijne strookjes. Dit is van een hard materiaal gemaakt. Hierdoor kan je je tent fijn openzetten. Ja, vind ik ideaal. Vooral omdat ik 's nachts heel graag doorlucht. En het is 's ochtends ook wel lekker om eventjes snel die lucht uit je tent te krijgen als je hebt geslapen. Dus vandaar. Ik ga nu weer naar de andere kant van de tent, want dan kan ik je namelijk nog iets laten zien. Ja, dan komen we aan de voorzijde van de 100T. Nou, wat ik heel fijn vind en waar Trekker ook echt goed over na heeft gedacht, is dat deze tent in dit geval verschillende soorten panelen heeft voor de deur. Ik heb hier de Mozzie Mesh op dit moment in zitten, maar je hebt hier ook nog een doorschijnende variant van plastic van. Het is heel fijn als het echt hard regent. En ik ga je nog iets laten zien met de deur, want ja, ik vind dat op zich wel handig. En wat ik net al zei, ik lucht graag mijn tent, dus vandaar. Ja, nog een leuk detail van deze deur is dat je er een soort brievenbus idee van kan maken. Ideaal voor als het regent en je toch graag over het water heen wil kijken. Ik vind dit vooral heel fijn om gewoon mijn tent echt goed door te luchten, maar toch de onderkant van mijn tent eventueel droog te houden. Als je op het water zit, ja, je wil je niet het risico lopen, vooral ik niet met de cameraapparatuur, dat iets nat wordt of iets anders. Ik ga je nog even een paar kleine dingen laten zien die deze tent toch wel heel bijzonder maken. En daar komen we zo meteen bij, dus tot zo! Ja, en dan ga ik nu even de eigenschappen van deze tent met je doornemen waar ik erg door onder de indruk ben van deze tent. Nou, een van deze eigenschappen is dat de tent uit zichzelf al heel stabiel staat. Je hebt dus niet per se haringen nodig. Perfect als je een keer op betonnen ondergrond of een keer op echt een harde bodem zit. Hoef je niet bang te zijn dat die instort zonder haringen. Ja, een detail wat ik ook super fijn vind aan deze tent is het spreidsysteem. Super snel en handig op te zetten. Ideaal voor wateren waar je veel gaat verkassen. In dit geval hebben we de tent ondertussen, ik denk 3 of 4 keer op en af gebouwd. Het gaat heel snel. Je bent zo klaar met inpakken. En je kan alles gewoon super snel invouwen, hem in je tas leggen. En dat is misschien ook wel een klein detail wat ik misschien een klein beetje vergeet. Maar de tassen waar deze tenten in komen zijn gewoon lekker ruim. Neem jij dus meer bijvoorbeeld infillpanels mee of een gronddoek of eventueel de skullcap die je er ook nog bij kan krijgen, dan past het gewoon in 1 tas. Voorheen had ik een tent waar dat niet bij ging en dan loop je te zeulen met verschillende losse tasjes. In mijn beleving niet ideaal, want het neemt namelijk ook meer ruimte in beslag, zodat je het gewoon allemaal in 1 tas kan doen. Dus mocht je een tent zoeken die hoogte heeft, lekker snel in elkaar te zetten is, genoeg ventilatieruimte heeft rondom de tent, ja, dan denk ik wel dat deze tent echt heel goed geschikt is voor jou. Ja, dan ga ik je nog even 1 ding laten zien van de tent, maar dan gaan we even naar de zijkant van de tent. Dus ja, dan komen we aan bij het laatste detail en dat is misschien wel het detail waar ik het meeste van onder de indruk ben. Deze tent heeft echt al flink wat plensbuien meegekregen deze week en hij blijft gewoon helemaal droog. Ja, dat komt door het 20.000 Aquatex EV-doek. En zoals je ziet, blijft alles lekker droog met dit doek. Ideaal. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee tijdens de langere sessies. En wees gewoon verstandig. Koop alsjeblieft in 1 keer een goede tent. Want je gaat er echt alleen maar langer plezier van hebben. Ik zie jullie in de volgende video. En ik ga even een droge jas aan doen.